Tom Boeren, 2-1 winst, dat is altijd lekker. Met 2 goals van jou, nog lekkerder. Tegen je oude club ook nog. Ja, wat je zegt, heerlijk. Een zware avond denk ik ben helemaal kapot. Maar winst is het belangrijkste en dat ik 2 keer mag scoren is heel leuk. Ja, wat maakt het zo zwaar? Ik denk dat het de hele tijd op en neer ging. Veel grote ruimtes, veel lopen. Ja, dat denk ik. Ja, het was ook wel zeker de tweede helft een heel open wedstrijd. Eindhoven probeerde natuurlijk te winnen. Maar vertel even over die uitbraak bij de 2-0. Want je liet even zien, alleen op de keeper, wat doe je dan? Eigenlijk, nou ja, dit was hoe het moet. Ja, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe die bal nou bij mij kwam. Het was in een split second eigenlijk. En ik had opeens veel ruimte en ik dacht vol naar die goal. En keeper omspelen en uiteindelijk binnentikken. Ja, zo klinkt het heel simpel. Ik schreef net ook inderdaad een tweetje van, nou ja, het lijkt zo simpel, maar je was echt cool. En dat is dan gewoon, denk ik, vertrouwen bij jou. Ja, op dit moment wel. Op dit moment gaat het gewoon lekker. En laten we hopen dat ik het lang kan volhouden. Ja, dat doe je inmiddels al, want je hebt nu ook laten zien na de winterstop dat je gewoon doorgaat met scoren. Hoe is dat om het hier te doen? Ja, lekker. Ik bedoel, als spits is het altijd leuk om doelpunten te maken. Nu is het tegen je oude ploeg en dat is altijd mooi. Ja, kijk je daar dan nog verbitterd terug of kijk je met een goed gevoel terug? Hoe kom je hier dan binnen als je voor zo'n wedstrijd aan het voorbereiden bent? Nee, ik heb hier gewoon een hele mooie tijd gehad. Ik heb goed contact nog met de jongens. En ik heb ze van de week ook gesproken. Ik heb ze na de wedstrijd even gesproken. Het is gewoon heel goed contact. En verder geen problemen. Nee, geen problemen. Wel natuurlijk hartstikke lekker. Wat betekent dit voor jullie nu? Want dit konden jullie goed gebruiken. Is het dan nu een kwestie van omhoog kijken, nog naar beneden blijven kijken? Op dit moment is het gewoon iedere week proberen je wedstrijd te winnen. En dat is deze week gelukt. We hebben een aantal moeilijkere weken achter de rug. En we gaan niet praten van omhoog kijken of naar beneden. We gaan gewoon volgende week weer een nieuwe pot spelen. En die moeten we proberen om te zetten in winst. Dan ga jij weer een doelpunt maken, toch? Ik hoop van wel.